Welkom bij deze aflevering van Synchronous vs. Ordered, waarin wij in deze aflevering een kijkje gaan nemen naar de whole feature. Ik heb hier twee onderdelen, eentje opgezet in Ordered, eentje opgezet in Synchronous. Hetzelfde grootte van het blok. En we gaan eigenlijk eens even kijken wat nou het verschil is tussen deze twee dezelfde features en de andere omgeving. Dus we nemen dat in Ordered mee beginnen. En we klikken de feature aan, dan krijgen we eigenlijk deze balk. Hier kunnen we dus inderdaad het vlak selecteren waarop wij onze holes willen gaan leggen. En vervolgens hebben we hier een optieknopje. En hier kunnen we eigenlijk de hele hole gaan samenstellen. Dus hoe moet die eruit komen te zien? Hoe groot is die? Wat voor soort draad zit erin als er draad in zit? En eigenlijk het enige verschil tussen de ordered en de synchronous hole options window is dit knopje. Bij ordered zit hier from and to extend, dus van het ene vlak tot aan dit vlak. En dit knopje kan je niet vinden in de synchronous omgeving. En voor de rest is die eigenlijk precies hetzelfde. Dus wanneer wij hier gaan kijken, we pakken een schroef, dus we pakken de counterbore, M8 is goed op zich, through next. En deze instellingen verder met bedrading. Deze even op M8 zetten ook. Zo, over de gehele lengte van het gat. En we drukken op oké. Dan is het volgende eigenlijk wat we gaan doen. En dit kan ook achteraf, de hole options. Maar dit is meestal een logischere stap om dit vooraf te doen. Want dan kan je daarna gewoon het stapplan aflopen. Nou, stel dat we deze bijvoorbeeld op het bovenvlak willen hebben. Dan krijgen we hier een soort van schetscirkel. En dit is eigenlijk je schroef. Dus je ziet als het goed is, de buitenste cirkel is de buitenste contour van de kop van de cirkel. De stiplijn is de bedrading en de binnenste hele cirkel is eigenlijk de schroefloop waar de bedrading overheen loopt. Nou, stel dat we deze gewoon een aantal keren zo neer gaan zetten, vinken we deze af en dan gaan we naar richting, gaat die zelf uitkiezen tegenwoordig. Voor ST8 moet je nog kiezen welke kant de schroef op gaat lopen. Maar nu vindt hij het gewoon logisch dat hij het materiaal inloopt en dat is op zich ook wel logisch. Dan heb je hier de hole step en hier heb je dus inderdaad de extend step. Als je die aanklikt kan je nog kiezen welke kant je hem op wil laten lopen. Maar nu doet hij dat automatisch. Finish. En je hebt eigenlijk je hole feature gemaakt. Zoals je ziet heb je nu 4 gaten. En het grootste verschil eigenlijk zit hem hierin dat je je vlak moet selecteren ten opzichte van synchronous. Dus ik pak hier mijn bovenvlak en dan kan ik alleen maar in dat vlak mijn schroefgaten gaan leggen. Wanneer we dit eens gaan bekijken in Synchronous zit dat precies, eigenlijk in sommige gevallen precies hetzelfde in elkaar en in andere gevallen weer juist compleet anders. Dus allereerst ziet de balk er volledig anders uit. Ja, hier hebben we geen stappenplan, want het is Synchronous, dus Synchronous kent geen stappenplan. Wanneer we naar de hole options gaan, pakken we hier, zoals je ziet, mis ik hier dus het vierde knopje. In dit geval de derde en is de vierde een stukje opgeschoven. En als we hier dezelfde schroef gaan kiezen, dus we pakken deze, we zetten hier bedrading op van M8. Zo, two hole extend en voor de rest laten we hem eigenlijk hetzelfde. Dan kunnen we hier op oké drukken. Alleen het grote verschil tussen synchronous en ordered, moment heb ik de goede gedaan, yes, true next, is dat ik deze gewoon kan plaatsen waar ik wil, mits ik geen vlak op slot zet. Want je ziet hier ook weer het op slot knopje. Zoals je kent met schetsen. Ik kan hier gewoon op het hele. Ja, nu heb ik hem dus op slot gezet. Zoals je ziet kun je hier weer uitzetten. En dan kan je gewoon door blijven klikken. En je kan gewoon blijven zeggen van. Nou, ik wil hem daar hebben. Ik wil daar nog een schroef hebben eigenlijk. Dus dat is het grote verschil. Met daarbij dat je eigenlijk hier in de opties aangeeft van. Ik wil through all. Through next of finish. En zodra je op oké drukt en je wilt dat alsnog aanpassen, kan je gewoon hier het drop-down menu pakken en hier kan je het dan aanpassen. Want op het moment dat ik hier through all pak en ik ga terug naar de opties, staat hij hier ook op through all. Zet ik hem hier op through next. Oké. Staat hij hier op through next. Dus dat zijn dingetjes die je niet meer helemaal terug naar de opties hoeft te gaan. Dus hiermee kan je op papier er iets sneller mee werken wellicht. Hier heb je een aantal endpoints nog qua opties. En nog een ander aanzienlijk verschil zit hem in het feit dat ik hier nu een hele waslijst heb met allemaal holes. Ja? Wanneer we teruggaan naar ordered
En ik wil hier bijvoorbeeld een aanpassing in doen. Dan gaan we hier naar de hole en dan zeggen we hier de feature aanpassen. En dan kan ik hier eventueel gaten toevoegen. Zodra ik hier naartoe ga, kan ik hier een gat toevoegen. Of ik kan een gat weghalen. Of ik kan verder daarmee eigenlijk doen wat ik wil. Het verschil dan tussen synchronous is eigenlijk het feit dat dit één feature ook is, zoals we dat kennen. Maar hieronder zitten dus alle holes die gemaakt zijn met die feature, dus met die betreffende schroef. Op het moment dat ik hier dubbelklik op doe, krijg ik dus in mijn model alle holes met diezelfde grootte, met diezelfde instellingen. En eigenlijk ook hier een drop-down menu waarbij ik het heel makkelijk ook aan kan passen. Dus ik ga hier naar M9. Nu zijn ze M9, zet ik hem op F10. M10 zijn ze M10. De diameter kan ik hier aanpassen naar 25 en dan verandert die kop. Dus in ordered kan dat ook. Dat doen we op de volgende manier. Dat is de definition ingaan, hier naar de opties en het hier dan aanpassen. Ja, of zoals je ziet als ik hier edit definition doe en ik ga naar dynamic edit, kan ik dat allemaal niet aanpassen. Dus daarin is synchronous misschien een stukje sneller. Maar dat wil niet natuurlijk zeggen dat dat gelijk weer een voordeel is. Want dat heeft natuurlijk zijn voor- en zijn nadelen. Dus dit is voor nu dan het grootste verschil en de verschillen in de whole feature tussen synchronous en ordered. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.